gentlemen, the former champion of the world, Mighty Michael and Galway! De tweede kwartfinale is die tussen Michael van Gerwen en Dave Chisnall. Etias Arena, Hasselt, België. En dan is het interessant, want we hebben van Gerwen er al over horen praten in een interview. Om eens te kijken hoe dat zit met de onderlinge resultaten op de grote toernooien. Ja, van Gerwen weet dat heel goed, dat hij er heel goed voor staat daarin. Ze hebben 10 keer tegen elkaar gespeeld. 1 keer werd het gelijk in de Premier League. Dat is ook de laatste ontmoeting die ze tegen elkaar speelden in mei van dit jaar. 1 keer won Dave Chisnall de kwartfinale van de World Grand Prix 2013. En 8 keer won Michael van Gerwen. Maar zoals altijd geeft dat geen garantie voor wat er hier en nu gaat gebeuren. Nee, dat niet. Ik verwacht wel absoluut een goede partij. Alleen al omdat ze qua tempo elkaar goed liggen. Een van de redenen waarom Van Gerwen zei, het tempo dat ligt mij goed. We spelen altijd kwalitatief goede wedstrijden. En op de een of andere manier ben ik tegen Chisnall altijd op mijn scherpst. Chisnall heeft zich het recht verworven om te beginnen aan de wedstrijd. Dit zijn de gemiddelden over het hele toernooi. Dat u niet denkt dat ze dat nu al in deze wedstrijd gooien. Dat zou overigens wel kunnen hoor. Maar... ja, Chisnall speelt absoluut een goed toernooi. Hij is de enige samen met Van Gerwen en Taylor die tot nu toe alleen maar boven de 100 gemiddeld staat te spelen. Van Gerwen? Oh, die noemde je? Dat zei ik, ja. Ja, sorry. Ja. Deze beide mannen in hun eerste 2 wedstrijden boven de 100 gemiddeld. Van Gerwen gisteren tegen Christo Reyes zelfs 106,81. Maar hier is Chisnall. Beide hier op 121. De bullseye wordt ruim gemist. Nu de beurt aan Van Gerwen. Dezelfde opdracht voor Van Gerwen. Oeh, hij mist hier de triple 11. Kan dus niet meer uit. Klein foutje van Van Gerwen. Dus Chisnall op 45. 13, ja. Dubbel 16 voor de eerste leg. Speelden aardig wat kwartfinales tegen elkaar overigens. Dit is de 5e in totaal. Wat zeg ik? Dit is de 7e al. 7e kwartfinale die ze tegen elkaar spelen van die 10 wedstrijden. En dat komt ook omdat Chisnall heel lang nummer 8 van de wereld was. Ja. Van Gerwen nummer 1. En dat Chisnall is dat niet meer. Die is nu nummer 13. Maar die zat wel aan dezelfde kant van het schema. Zo, gooit Chisnall zijn eerste 180. Dan vindt Van Gerwen het hoog nodig om dat ook meteen te doen. Back to back. Chisnall komt op een finish. Maar het is allereerst aan Van Gerwen. Peri 121 en het begint met een bouncer. 85. Corrigeert wel goed. Laat 36 staan. Chisnall 140. Hij kan nog steeds.
Nu niet meer. Dus Michael van Gerwen voor 1-1. Michael, we require 36. Dubbel 18. Eén pijl nog. Ja, dat was de 15e van Gerwen. En hij komt op 1-1. Twee heerlijke eerste legs. Beide heren boven de 110 gemiddeld voorlopig. Ik vond het ook wel mooi het interview van Gerwen. Na zijn wedstrijd tegen Reyes. Ik had het gevoel dat ik 96 gemiddeld gooide of zo. Ik vond het liep niet helemaal lekker, kan nog veel beter. En dan uiteindelijk scoort hij een gemiddelde van 106,81. Volgens mij weet hij niet altijd goed. Ja, wat voor een klasbak het is. Ja, gemiddelde dat nog niet eens in zijn persoonlijke top 10 staat overigens. Moet je nagaan. Mooi hè. Kans voor een Vergeven. Ja, pak twee triples erbij. 104 Chisnall. Alle hands en dek nu vanaf deze 255. Het is zijn lek. Laat ook een finish, maar het is als eerste aan van Gerwen. 104. Triple 20 is raak. 12 ook, dus dubbel 16. Geen 12 dood ervoor van Gerwen, maar Chisnall heeft nog af te rekenen met 132. De hoogste finish tot nu toe voor hem is 121. De bullseye moet daar een stap voor opzij doen. En daar zit hij. Dus om te breken, van Gerwen, dubbel 8. Dubbel 4. De voorsprong is daar. Ja, het betere pijlen smijten is begonnen. Gisteren speelde Chisnall natuurlijk al een heerlijke wedstrijd tegen Stephen Bunting. Ook beide heren boven de 100. Chisnall zelf 103,86. Prachtige partij was dat. 58. En dit is er nu alleen. Ja, reken maar dat ze dit niveau tot het einde volhouden. Vergeven straks 6 darts voor deze 164. Wat Chisnall ook doet, hij komt niet op een finish. 6 pijlen voor 164 dus. Misschien nog wel meer. 100. Ja. Vergeven tot nu toe 2 uit 6 op de dubbels. Hij krijgt 2 pijlen op dubbel 8. 1 pijl is voldoende. Het is wel beangstigend af en toe, hè? Ja, het was even een 14 darten. Dan is het altijd weer even tijd voor een slokje. Vergeven gemiddeld. Nog altijd heel hoog. Chisnall is inmiddels afgezakt naar 95 per 3 pijlen. Van Gerwen 108. Pak aan. Chisnall moet deze leg binnenboord houden om in het zicht, direct gezicht van Gerwen te blijven. Gerwen gaat geen finish overhouden, dus nu is het aan Chisnall 6 darts voor deze 185.
En die krijgt hij niet meer. 57. Dan valt dit toch zwaar tegen. Opnieuw een kansje voor Vergerwe als hij hem goed wegzet. 95. Dat doet hij redelijk. Dus Dave Chisnall, deze moet uit. 128. Dan moet het via triple 20. Ja, en die mist hij dan. Dus Vergerwe. 56. Michael, you require aanpakken 76. Dit cadeautje. 76. Nou, die is triple 20 alweer. Nou, dan voor de verandering nu is niet meteen die dubbel achteraf gedaan. Maar dan hebben we nog een derde pijl in de hand. Ja hoor. En dan komt hij gewoon even 4-1 voor. Kaboom! Hij is al twee keer gebroken, Chisnall. En weet dat Vergerwe straks begint aan de zesde leg. Ook nog eens. Ladies and gentlemen, six leg Margaret to throw first. Game on! Dave Chisnall kwam 1-0 voor tegen Michael Vergerwe. Dat was lekker, maar wat niet lekker was voor de Engelsman, was wat erna gebeurde. Vergerwe denderde er namelijk overheen, pakte 4 legs op rij en is ook nog eens begonnen aan de zesde leg. Vergerwe boven de 105 gemiddeld. Chisnall 93. Naar Daphne. 100. En nog een keer Daphne. En nog een keer juichen. 134. Ja, Vergerwe is op stoom. En dan weet je precies wat je aan hem hebt. 140. Hij scoort zo goed. En als het finishen ook goed loopt, ja, dan is hij eigenlijk niet te stoppen. Op dit toernooi alles boven de 100 gemiddeld. Het laatste echte grote televisietoernooi, de Grand Prix, tel ik dan even niet mee. Want dat is dubbel in, dubbel uit. Dus daar zijn de gemiddelden altijd ietsje lager. Maar ook als ik weer kijk naar de matchplay. Dus ook alles rond de 100 of nog veel hoger. En dit is gewoon het standaard spel van Vergerwe geworden. Er zitten geen slippertjes meer bij. En hij is alweer onderweg naar 5-1. Het is nog alleen nog maar wat druk zetten en afwachten wat Vergerwe gaat doen. Die staat na 9 darts 94. Dit is wel opvallend. Logisch dat de camera inzoomt op de bol. Hij kiest toch voor de triple 18. Dus kan Chisnall profiteren. Die kan Vergerwe voor het eerst gaan breken. Hij loopt al 2 breaks achter. De break van Chisnall. En de zevende leg, die mag hij dan beginnen. Door een foutje van Vergerwe eigenlijk nu, dat het 4-2 staat. Ja, je moet een keer de achtervolging in gaan zetten. Ik zou er niet al te lang mee wachten. Nog geen triple voor Vergerwe in deze leg. Ja, en nog steeds niet. Nou, Chisnall. De break verzilveren. En je bent er in de buurt. Vergerwe schiet nog maar eens nee in de achtergrond. Een lage score van Chisnall geeft Mighty Mike misschien toch weer wat hoop. Daar is de eerste triple. Nou, nog eentje erachteraan zou ideaal zijn. Maar ook dat lukt niet. Ja. 180 voor Chisnall. Laat tops over. Allebei twee keer 180 nu. Een finish voor Vergerwe, maar het is een hoge. En ja, je gaat er toch vanuit dat hij er niet meer naartoe komt. Hoewel. Hoewel. Ja, je weet het nooit met Vergerwe. 152. Gek genoeg heeft hij nog niet boven de 100 gefinished dit toernooi. Dit zou wel een leuk moment zijn om dat voor het eerst te doen. Dubbel 16 gaat er niet in.
had alles weer goed gemaakt in die leg. Maar ja, Chisnall, voor de wedstrijd zou het goed zijn als deze dubbel 5 er zonder al te veel problemen ingaat. Oeh, dik aan de binnenkant. Dus een 1 nodig. Dan moet het maar via dubbel 2. Geklooi. Over dik aan de binnenkant gesproken. Boom! Zegt hij. Hij kent geen genade. En hij begon zo... hoe zullen we het noemen? Matig aan de lek. En wint hem toch. En dan staat hij weer 2 breaks voor. Ja, in Chisnall. Zulke kansen krijgen echt niet meer. Net zo helpt Chisnall dus Van Gerwen weer in de wedstrijd. Van Gerwen die toch eventjes klaarblijkelijk aangeslagen was. Door het foutje dat hij maakte. Hij gaf Chisnall de break eigenlijk. Ja, en ineens heeft hij dan die energie weer terug. Hè? Zo snel kan het gaan. En dat momentum ligt weer helemaal bij Van Gerwen. Al die moeite voor niets voor Chisnall. Voorlopig. Zeven legs gespeeld, daarvan 4 geëindigd in een break. Waaronder de laatste 3. We gaan naar 9 darts op 85. Dat is de triple 15, ja. De stops, 12-30. Heel even zat er zand in de motor. Dat is eruit geblazen, mede door de hulp van Chisnall. En het is weer ouderwets knallen geblazen. Ja, je let heel even niet op. En 2 legs zijn verloren. Zo snel kan het gaan als Van Gerwen die versnelling aanzet. Van Gerwen die overigens... in een aantal partijen tegen Chisnall heel hoge gemiddelde haalde. Ook om aan te geven dat dit zo'n fijne tegenstander voor hem is. Die laatste wedstrijd, hè, die 6-6 in de Premier League in mei. Dat was volgens mij in de halve finale overigens. Vind ik dat goed? Ik ben niet helemaal zeker even, maar... Nee, want Van Gerwen speelde natuurlijk geen halve finale tegen Chisnall, maar... daar gooide hij die 111,90 Van Gerwen. Chisnall overigens ook 106 toen. En gewoon een keer 110 en een beetje tegen Chisnall. Een keer 111 nog. Ja, met dit tempo krijg je in ieder geval geen tijd om over dingen na te gaan denken. Het scheelt wel een klein gevaar. En het kan ook te snel gaan. Het kan ook te gemakkelijk gaan denken. Dat was overigens in week 15 van de Premier League. Dat was dus inderdaad niet die halve finale. Dat, Nu wel een dubbel voor Chisnall. Het is de dubbel 8. En brengt de score op 6-3. Maar nog steeds grote problemen. Zeker als Van Gerwen weer eens opent met een 180 de vierde. Het is weer de laatste leg voor de pauze. 96. Met die laatste pijl dan toch weer een triple voor Van Gerwen. Hier de eerste sessie van 5 legs met 4-1 won. Op weg is naar een 3-2 in deze sessie, zou je denken. 65. Heeft Chisnall. Ja. Die komt met zijn derde 180 op een finish ook. En de lek van Gerwen. Dat is alvast 1 punt eraf. 7 nog. Dus kansen voor Chisnall. Oei. 141. Oeh, begint ook met een 1. Moet hem nu goed weg gaan zetten. Kan hij hem corrigeren? Dat is in ieder geval een triple. Ja, dat doet hij prima. Chisnall laat 20 staan. Dus deze 132 voor Van Gerwen moet uit. Dubbele boel. Kan er nog eentje naast? Die kan er zeker naast. Dubbel 16.
Ja. Dan ben je Dave Chisnall en denk je, ik ga 6-4 maken. Nee hoor, 132. Boom, boom, boom. Jongen.